16 februari, 4:15, was er op de Jan Provostlaan in Bilthoven groot alarm. Bij werkzaamheden aan een toilet zaagde een bewoner een PVC-pijp door, welke normaliter gebruikt wordt voor het riool. Echter, in deze pijp lag onzichtbaar voor hem een gasleiding die gelijktijdig doorgezaagd werd. De politie heeft direct de straten afgesloten en de brandweer liet bij het huizenblok van 5 woningen het gas en de elektra afsluiten en ontruimde de woningen, daar er inmiddels een hoge concentratie gas in en om het woonblok hing. Een ventilator werd ingezet om het gas het huis uit te blazen. Omdat in een van de ontruimde woningen nog een poes aanwezig was, werd deze door een brandweerman uit huis gehaald. Een medewerker van Stedin heeft de aanvoerleiding opgegraven en daarna afgeklemd. Hierdoor kon geen gas meer de woning binnenkomen. Nadat de omgeving weer was vrijgegeven, kon de doorgezaagde leiding gerepareerd worden. Wil je vaker video's zien van RoTV? Geef dan hier een klik en op mijn YouTube-kanaal kies je voor abonneren.